Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op zaterdag 3 februari. Er is veel bewolking in Nederland en met name in het noorden van het land vallen af en toe een paar buitjes. En die kunnen soms ook winter zijn met natte sneeuw. Ook elders in het land kan wel een enkel buitje vallen. Temperaturen liggen vanochtend tussen de 0 en de 2 graden en stijgen dan vanmiddag naar zo'n 2 graden in het noorden en 5 graden in het zuiden. De wind die gaat geleidelijk aan naar het noordoosten draaien en wordt meest matig. Ook vanavond is er nog wel kans op een wintersbuitje. Het gaat dan wel al licht vriezen. Het kan glad worden door bevriezing van natte weggedeelten en misschien ook nog wel door wat sneeuw. En ook vannacht blijft de kans op gladheid groot. Morgen is er veel bewolking, soms zon en de temperatuur ligt in de middag tussen de 2 en de 4 graden. De wind waait uit het noordoosten, is meestmatig en maakt het voor het gevoel nog een stuk kouder. Ook kan er hier en daar nog een enkel buitje vallen. Volgende week is het overwegend droog weer met zonnige perioden. Het wordt wel een stuk kouder, overdag net iets boven het vriespunt, en in de nachten kan het matig vriezen.